ben Herma Fransen. Ik geef les hier op Porteum en geef wiskunde. Ik ben mentor. Ik ben ondertussen ook onder andere ook vertrouwenspersoon. Mijn naam is Jaap Bekkema. Ik ben LO-docent op het Porteum en daarnaast ben ik vertrouwenspersoon. Hoi, ik ben Ivy Aloy. Ik ben docent zorg en welzijn en mentor van een derde klas. En ik ben ook vertrouwenspersoon op Porteum. Vertrouwenspersoon op school is erg belangrijk, omdat wij je kunnen helpen bij een aantal problemen of dingen waar je tegenaan loopt, zoals geweld, seksuele intimidatie of ongewenst seksueel gedrag. We voeren dan korte gesprekjes met elkaar en dan kijken we wat we voor elkaar kunnen doen. De afgelopen 2 jaar heb ik als vertrouwenspersoon heel veel leerlingen kunnen helpen. Ze kwamen met allerlei zaken bij me. En ja, kinderen helpen, dat is toch eigenlijk waar je het voor doet. En dat je ze kunt helpen weer met plezier naar school te gaan. Een dag van een vertrouwenspersoon ziet eruit, ik kom op school binnen, ik ga of mijn lessen draaien of ik zit in mijn kantoortje. En daar kun je altijd terecht en dan ga ik gesprekjes met je voeren op het moment dat jij mij benaderd hebt. En dan gaan we het probleem bespreken wat je hebt. Dus als je met iets zit en je wil heel graag met iemand erover praten, kan je altijd bij me terecht. Ik zit in gebouw Boeg, daar geef ik elke dag les, dus daar kan je me altijd opzoeken of via de mail. Als je echt tegen dingen aanloopt, zoals pesten, discriminatie, ongewenst gedrag, ongewenste intimiteiten, kom naar me toe, mail me, dan gaan we samen aan de slag om een oplossing te zoeken. Mocht er iets zijn waarmee je erg mee in je maag zit, dan zou je bij mij terecht kunnen voor een gesprek.